De WTCR is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Allsecure, de autoverzekeraar. Eru Prestige, kaas voor kerels. En Febo. Het WTCR heeft nog 4 evenementen op de kalender staan. Ze zijn allemaal in Azië en we beginnen in China op het circuit van Ningbo. Straks natuurlijk alle actie vanaf het circuit van Ningbo met Tom Coronel, die ook nog iets anders heeft gedaan van de zomer. Namelijk rallycrossen, de Titans RX-serie. En het is spektakel op het circuit van Ningbo, wat een heel mooi circuit is. Ja, daar gaat hij hoor. Hier een rondje Ningbo Circuit. China, 2 uur ten zuiden van Shanghai. Rechtstuk, lichte kink, terug naar derde versnelling, hele kleine overstuur bij de entry. Mooie flow houden, ook hier weer zachtjes de rem aanraken. Dan zie je dat ik even een lichte overstuur heb en hier de snelheid opbouwen voor het rechterstuk. Derde, short shift naar 4 en dan tot de limiter. Hard remmen, over de curb en short shift direct naar zijn derde versnelling. Een hele rare bocht, een hele lange doordraaier rechtsaf. Derde versnelling, lage toeren, gelijk naar z'n 4, hier bij de binnenkant. En gewoon in 1 flow gaat hij door. Als je even gebruikte banden hebt, schiet je hier heel makkelijk op onderstuur naar buiten. 80 meter aanremmen, terug naar de tweede versnelling. Ga je helemaal tegen de curb aan van de tweede knik. De eerste sla je helemaal over. En short shift, ik had hem eventjes in een versnellingje lager. Derde versnelling, gaan we naar boven toe. Hier mag je over de curbs heen, dan gaat ook eigenlijk iedere keer op deze manier. Overshoot je hem altijd een beetje hard remmen voor de chicaan. Over de curb en nog een keer over de curb. Hier begint hij altijd een beetje te dansen, de auto. En dan gaat het allemaal om dit stuk naar boven. Hard over de curbs hier. Zwaar voor de splitter als je het vaak doet. Dan komt hij ook omhoog. Terug naar z'n 1. Short shift naar 2. Bij de exit. Om geen wielspin te creëren. En dan komen we hier in een hele harde ditch naar beneden. Harde klap, je hoort de splitter daar ook. Terug naar z'n 2. Goed aan de binnenkant, dan gaan we naar het laatste gedeelte, is een derde versnelling. Pak hier de swing met de auto, heel belangrijk die setup, derde versnelling. Mooi links, mooi rechts en dan weer naar links het rechte stuk op. Eén keer doe ik hem in z'n 2 en de andere keer doe ik hem in z'n 3. En nu dus in z'n 2. Dit was een rondje op Ningbo met mijn Continu Cupra. En dit is het circuit en we hebben een heel lekker weertje in China waar we gaan kijken naar de kwalificatie. De eerste vrije training ging redelijk, omdat de eerste sector er heel goed uitziet. Maar op een of andere manier de derde sector krijg ik niet helemaal aan elkaar geknoopt. Maar de Cupra's zijn wel snel, dus eens even kijken of we dat nu ook in de kwalificatie kunnen doen. Maar dan zou alles probleemloos moeten gaan in die kwalificatie voor Tom Coronel. En wederom is dat niet het geval. Uiteindelijk blijft de Nederlander steken op de 21ste positie. En je zou bijna denken, zijn er dan problemen in de auto die misschien later dit weekend boven komen drijven? Vooraan is het de lokale held, Ma King Ha, die heel snel is. Allee, jongen. Coronel niet blij met die 21ste positie, maar voorlopig de allersnelste. Maar ja, het is ook de thuisbasis van Link & Co, het merk waar Ivan Müller voor rijdt. En Müller is dan net iets sneller. Vraagtekens op het gezicht bij Coronel, de andere Nederlanders. Katsburg uiteindelijk 4e en Niels Langeveld start als 23ste. Hier de snelste man na de kwalificatie. Ivan Müller in die mooie blauwe Link & Co auto. Leider in het kampioenschap is deze man, Guerreri. Maar kijk eens wat hier allemaal gebeurt. Vlak voor de start. En dat is
niet lekker voor je zelfvertrouwen. En als je dan de deur open probeert te doen, dan vraag je af, staat hij aan de start? Paniek bij je team van Munich Motorsport. Maar uiteindelijk staat Guerrieri gewoon aan de start voor de eerste wedstrijd. Maar helemaal lekker loopt het daar niet. Eerste wedstrijd van de dag. Eerste van drie wedstrijden van het weekend. En dat betekent dat we misschien toch een klein beetje voorzichtig moeten doen in deze wedstrijd. Maar ja, het is ook WTCR, dus niets wijst daarop. Want track limits worden meteen eventjes getest. En iedereen, althans de helft van het veld, rijdt er gewoon makkelijk even naast. Maar heel makkelijk vooraan, voorlopig Ivan Müller. En heel makkelijk daarachter is het Ma Qingha in de Alfa Romeo. En dat zou toch wat zijn als de Chinees hier de wedstrijd op zijn naam zou kunnen schrijven. Alle ervaring die hij heeft, heeft hij ook nodig om de Alfa Romeo achter zich te houden. Dan heb ik het over Ivan Müller. Heeft nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar overigens. Zoals Coronel al zei, de Seats gaan goed. Terwijl hier een klein tikje wordt uitgedeeld aan Augusto Farfus. En dat is dan Tommy Christoffersen die dat doet. Ja, dat is ook zo'n rallycrossman. Daar worden meer tikjes uitgedeeld. En Gabriele Tarquini staat in de pits. En ook Hagluf even in de pits, maar die kan zijn weg weer vervolgen. En even later ook Gabriele Tarquini. Vooraan is het nog steeds Ivan Müller. Daarachter is de strijd vol losgebarsten. Yes, that is fair. We are looking to try and get Andy to hold up the vision, the inside of the hairpin that you spoke about. Okay, so do you think you're going to be in a position to be able to capitalize? Or go around the outside? Ja. Nou, dat is simpel. Prio moet dus van zijn gas af in de hairpin. Sluit dan Verfies op achter zich. En dan kan Ted Björk allebei inhalen aan die buitenkant. Ja, nou kijkt Björk wel, maar dan gaat Prio niet van zijn gas af. Dus dan werkt het niet. Sterker nog, als je het een rondje later weer probeert, komt Prio zo langzaam die bocht uit dat de Audi-rijder makkelijk aan de buitenkant er voorbij kan gaan. En dan moet Prio wel even echt van zijn gas, want dan kan hij ook zijn teamgenoot voorbij laten. En aldus gebeurt. Het teamspel is vol op de wagen. Daar is het Ascona en dat is het gevecht om positie 3 in de wedstrijd. Ascona in gevecht met Michelic. En Michelic die weet dat bij een slecht resultaat van Guerrieri hij goede zaken doet als het gaat om het kampioenschap. Er zijn veel punten te halen ieder weekend tijdens een WTCR weekend. Dus een voorsprong van 100 punten, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Want je kan er echt veel halen. En voorlopig is Müller daarmee bezig. Want hij pakt het maximale aantal punten in wedstrijd nummer 1 door te winnen. De Chinese auto wint voor de Chinese rijder in de Italiaanse auto. Müller, Ma Qingha en dan Ascona in zijn Cupra. Uitslag van de wedstrijd. Twee Nederlanders in de top 10. Katsburg en Langeveld. Coronel, turboproblemen. 24e. Eerste overwinning van het jaar voor Ivan Müller. Ma gave me a hard time and at one stage I asked my engineer how many laps to go. He told me 6. I said, ooh, that will be long. And then I said, okay, don't tell me anything. And he just told me last lap and I was pleased of it. And then still try on the last corners. I had to do something, but I was defending. De strijd om het kampioenschap, die is weer vol losgebarsten. En hoe gaat het met de Nederlanders op Ningbo? U ziet het na de break. De WTCR is powered by Tricorp Workwear, Dijkstra Drijsma, begrip in de bouw. En ASC, ladders en stijgers. De WTCR is powered by Honda. Driving partner of Tom Coronel. Allsecure, de autoverzekeraar. En Febo. Terug
terug op het 4010 meter lange Ningbo International Speed Park. Het is tijd voor wedstrijd 2 van het WTCR weekend. De wedstrijd met omgekeerde grid. Dus hebben we Andy Priel op pole position. En aan de leiding daarachter Norbert Mietzlitz. En dan is het ook meteen Ted Björk die in de aanval gaat. Mietzlitz natuurlijk een man die hoog staat in het kampioenschap. En hoopt dat Guerreri niet zo lekker scoort. En Guerreri zien we daar rondom de tiende positie in gevecht met Aurélien Panis, de teamgenoot van Tom Coronel. Coronel die wat achteraan moet starten door problemen in de kwalificatie. Maar nu al goed naar voren gaat. En dan zien we een hoop auto's zoals u links in beeld kijkt meteen eraf vliegen. En dat is Thiago Monteiro. Die is erbij betrokken. En ook de man met startnummer 33, Benjamin Leuchter. De Duitser staat ook in het grind. En die auto staat vast. Komt hij weg, komt er een safety car, terwijl daar nog meer mensen in de vangrail hangen. En dat is Esteban Guerreri. Guerreri ook de baan af. En ook Makking Haas staat langs de baan. Dit is een safety car. Terwijl we achter in beeld ook een van de Hyundai's stil zien staan. Dat is Augusto Farfus. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Daar zien we Ascona. Ascona stuurt een van de Lincoln-co's rechtsaf. Die auto spint de baan af, neemt van alles mee. En dan hebben we daar Tassi in de Honda. En dan komt Coronel, die even rechtuit gegaan was, weer terug op de baan. Dat deed Coronel slim, even uit de melee blijven. En zo staan de auto's in het grind, naast de baan. Ook Erlacher, die even naast de baan gaat, achter Panis aanrijdt. Maar wat gebeurt er dan met Guerreri? Hier zien we het. Oh, die wordt gewoon geraakt. Eerst door Farfus en dan, ai, nog een keer door Farfus. En dan is het hard in de vangrail. En dan is het over. Dan zijn het 0 punten voor Guerreri. En dat is niet lekker voor zijn kampioenschapskansen. Want in de eerste wedstrijd scoorde hij ook al geen punten. En ook Ma Qingha, de lokale Chinese held, staat in de pits. Maar er rijdt wel een Chinese auto aan de leiding. De Lincoln Co. met Andy Priel. Daarachter is het Mietzlitz. En dan is het Gabriele Tarquini, de oude Vos, die ook uitviel in wedstrijd 1. En nu misschien Mietzlitz weer een beetje kan gaan helpen. We zijn halverwege de wedstrijd. Wedstrijd 2 ronden langer, omdat we achter de safety car hebben gereden. En dan is het een mooi gevecht. Ted Björk links in beeld. En Hegloff in de Cupra, terwijl daarvoor Nicky Katsburg rijdt op de vierde positie. En dan is het Ascona die heel langzaam rijdt en uitvalt. En zo komen de mannen die daarachter rijden weer een beetje naar voren. En ook problemen voor Girolami. Het is niet het weekend van het Munich Honda team. Wat gebeurt daar dan? Daar gebeurt helemaal niks met Tassi die een klein stukje rechtuit gaat. En dan is het Jean-Carl Vanai die een positie wint. En als je dan links kijkt, zie je dat onder andere Coronel aardig is opgeschoten. Zou die dan nog punten kunnen scoren in deze wedstrijd waar we maar 2 Nederlanders aan de start hebben? Langeveld is niet van start gegaan door een kapotte versnellingsbak in de Audi. Daar sta je dan in de pits en ga je toch maar even rijden, Esteban Guerreri. Kijken of alles goed is aan de auto, want na race 2 is er race 3 en de tijd tussen de wedstrijden is beperkt. Dus je wil zo min mogelijk werk hebben. Dan is het Mietzlitz in de aanval bij Priel. En waar hij ook kijkt, hij kan er eigenlijk niet voorbij. Hij probeert het links, hij probeert het rechts. En Priel, ja, die maakt zich heel breed. En dan gaat Gabriele Tarquini zich er even mee bemoeien. Die denkt, jongens, als jullie zo aan het vechten zijn met z'n tweeën, dan los ik het wel even op. En Tarquini, die kijkt hier de kat uit de boom. En gaat dan in één mooie actie voorbij aan Mietzlitz en ook aan Andy Priel. En pakt zo de leiding in handen. De oude Vos is het racen absoluut niet verleerd. Daar gaat hij binnendoor bij zijn teamgenoot en pakt dan gewoon Priel. En Priel krijgt dan een duwtje en gaat door het gras en mist daar Mietzlitz nog maar net. Daar heeft Mietzlitz wel heel veel geluk. Wat gebeurt er? Priel remt heel vroeg. Mietzlitz rijdt er hard tegenaan. Schade aan de auto. Hij moet rechtuit, maar ligt wel op de tweede positie. Maar is ook de man die het beste staat in het kampioenschap. Dus gaat Tarquini aan de kant
En gaat hij eigenlijk Norbert Mitschlitz een beetje babysitten tijdens de laatste ronde van de wedstrijd. Zorgen dat niemand bij de Hongaar in de buurt komt, zodat hij maximaal punten kan scoren. En die Prio staat in de pits. De wedstrijd is aan de gang, dus er mag gewoon aan de auto worden gewerkt. Terwijl we hier aan boord zijn bij Ted Björk. En daar zien we ook weer problemen voor andere mannen. Daar links in beeld de man met 37. Dat is Hegloff die daar problemen heeft. En als je ziet hoeveel stof er is, dan zie je ook hoeveel mensen er naast de baan rijden en hoeveel gevechten er nog zijn. Kasburg is aan het terugvallen, maar Coronel is aan het oprukken. Moet daar wel eventjes enorm door het gras en verliest dan weer een paar posities. Maar Coronel rijdt op positie nummer 9, rijdt gewoon in de top 10. En hij is buiten de top 20 gestart. Het is een knotsgekke wedstrijd hier op Ningbo. Waar nog alles kan gebeuren achter deze man, Norbert Mitschlitz. Die niet alleen de wedstrijd wint, maar ook de leiding in het kampioenschap overneemt. Tarquini wordt tweede. En natuurlijk zijn ze dan bij Hyundai heel erg blij. En wie ook goede zaken doet, is Ivan Müller. Want ook hij mag naar het podium en loopt weer in op Guerreri. Maar Mitschlitz is de nieuwe leider. Twee Nederlanders in de top 10, Kasburg en Coronel. Maar die Mitschlitz die had niet door dat Prio een lekke band had en is dus niet blij met de Brit. I was really in a position to overtake Andy at least two times. I was kind to him and then he puts on a move like that. I don't know what he was up to, but to break 150, 200 meters before the corner with the energy he did, that could not result in anything else than a big crash. En dat was het ook. En uiteindelijk is dit het podium van de tweede wedstrijd van het weekend. Tarquini links, in het midden Mitschlitz en rechts Müller. De Titans Rallycross serie. Een serie met fantastische namen uit de rallycross. Met fantastische auto's, meer dan 600 pk. En rallycross is altijd spektakel en heel erg leuk om te doen. Zo is daar onder andere ook Alexander Wurz. Zo is daar onder andere ook Nelson Piquet Jr. En ook Jacques Villeneuve die wel eens met zo'n auto in de ronde rijdt. En ook onze eigen Tom Coronel heeft inmiddels zijn debuut gemaakt in Portugal. En smaakt het naar meer? Natuurlijk smaakt het naar meer. Want hij doet nog twee wedstrijden dit jaar in deze auto. Vierwiel aangedreven, meer dan 600 pk. Het is kort en krachtig. Het is spektakel. Natuurlijk een klein beetje bumpen. Dat mag, dat moet misschien ook wel om snel te zijn. Ik wil niet zeggen alles mag in deze tak van autosport, maar wel heel erg veel. En het smaakt voor Coronel naar heel erg veel meer. Later dit jaar zien we Tom Coronel weer in actie in deze Titans RX Rallycross auto. Maar eerst zien we Coronel in actie op het circuit van Ningbo. Het is een eerste rij voor Link & Co. Links Ivan Müller, pole position. Rechts zijn neefje, Jan Erlacher. Die start als tweede en het is Müller met de allerbeste start. Interessant. Wie gaat er winnen? Wie haalt er maximale punten? Mitschlitz, de nieuwe leider in het kampioenschap. En kan Guerreri nog iets maken van voorlopig een drama weekend? Müller heeft in ieder geval de allerbeste start. En hierachter is het wederom dringen voor alle andere mensen. En daar Prio, die wederom met Mitschlitz in aanraking komt. Prio en Mitschlitz, beide kansloos voor de overwinning. En Mitschlitz staat er gewoon helemaal naast. Daar is het Prio die dwars gaat. We zien een Audi door het gras gaan. En wat gebeurt er allemaal? We zijn aan boord bij Ascona. Ascona die een klein tikje geeft aan Vervies. Vervies geeft een klein tikje aan Prio. En die
geeft een grote tik aan deze Norbert Mitchelitsch, die dus geen punten scoort. Dat is weer goed nieuws voor Guerreri en ook voor Ivan Müller. Want die kunnen nu inlopen, respectievelijk weglopen bij de Hongaar. Müller heeft het onder controle. Katzburg rijdt dan op positie nummer 3. En dan zien we daar een langzaam rijdende Tom Coronel. Dan denk je, de wedstrijd is over en uit. Maar Coronel is op weg naar de pits en heeft dan het geluk dat Niels Langeveld en ook Montero zorgen voor een safety car. En vooral de klap van Montero is er een die we in de herhaling gaan bekijken. Wat gebeurt daar? Hij wordt gewoon de muur ingereden door de man die daar achter rijdt. Dat is Mehdi Benani, hier aan boord bij Benani. Die raakt dan heel lichtjes Montero, stuurt dan naar rechts. Ja, en dan gaat Montero wel linksaf. De Marokkaan had wederom even ze niet alle 10 op een rijtje, had gewoon ietsje van zijn gas af moeten gaan en dan hadden beide rijders door kunnen rijden. Montero natuurlijk boos en ook Guerreri staat naast de baan. 0 punten voor Guerreri, 0 punten voor Mitchelitsch. Wat gebeurt er allemaal hier in China? En Müller, ja, die lacht in zijn Franse vuistje. Door deze safety car heeft ook Tom Coronel weer de aansluiting kunnen vinden en zit gewoon in de wedstrijd. Katzburg, die houdt de boel een beetje op. Daar zit links Aurélien Panis. En dan moet deze Hyundai-rijder helemaal links in beeld, Gabriele Tarquini, voorbij kunnen aan Katzburg. Maar ja, Katzburg gaat rechtuit. Dan moet ook Panis rechtuit en zit Tarquini op de verkeerde plek. Katzburg die dus ver terugvalt in deze wedstrijd. Daar zien we het nogmaals gebeuren. Panis krijgt een klein tikje van de man die achter Panis reed. En die gaf weer een tikje aan Katzburg. En zo zat Tarquini op het verkeerde moment op de verkeerde plek. We zien wederom heel veel bodydelen door de lucht vliegen. En we zien heel veel mensen die zich een weg naar voren aan het werken zijn. Coronel ligt nu vlak achter Tassi. Alweer op de 13e positie. Alweer op weg naar punten. Veel punten gaat deze man scoren, Ivan Müller. Want die kan wel in zijn spiegel kijken, maar dan ziet hij zijn neefje. Daar hoeft hij geen aanval van te verwachten. Hij wint de wedstrijd voor Erlacher, dan Tarquini, Farfus en Björk. Coronel eindigt vlak achter Andy Prio, maar voor Tassi. En is dan toch de 12e positie. De beste Nederlander en weer punten. De overwinning van Ivan Müller zorgt ervoor dat hij weer meedoet. It was a hard summer because we were thinking of what we have to do, how to progress, how to manage. To be honest, we were far away to be sure to find a way, but we just stay focused on what we have to do. And this weekend it was 4 target. We reached the 4 target. Perfect. En als je dan kijkt naar de stand in het kampioenschap, dan is er nog van alles mogelijk. Want Mitchelitsch 2,47, dan 1 punt verschil tussen Guerreri en Müller. En ook Ted Björk is absoluut niet kansloos. Tot zover Ningbo en WTCR. De volgende wedstrijd is op het Japanse Suzuka. En natuurlijk kunt u die zien bij RTL GP. En voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. De WTCR is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Allsecure, de autoverzekeraar. En ASC, ladders en stijgers.